En het niet hebben van een manager of een team kan soms een beperking zijn voor het succes van Surinaamse artiesten. Zo wordt de planning meestal niet juist gemaakt of missen artiesten optredens en posities op hitlijsten van diverse media. Een manager of team zou dergelijke zaken kunnen oppakken voor de artiest, zoals in het buitenland al het geval is. Het management gebeuren in Suriname, veel mensen weten niet wat management is. Maar management wil zeggen is dat het moment wanneer je een product of iets hebt dat je verder kan brengen, dat je samen met degene, of het nou het bedrijfsleven of de artiest is, samen gaat kijken om dat naar hogere hoogtes te brengen. Dat is onder andere het management gedeelte. Een manager die investeert in die artiest, het management die gaat kijken hoe er geld naar binnen kan komen. Dus ja, veel artiesten kiezen er zelf voor om het geld zelf in hun zak te zetten en willen het management niet betalen. Snap je? En dat is dus een heel groot probleem. Want als jij dat zou doen, samen met je managementteam, zou zitten en zou kijken van hoe kunnen we dit naar hogere hoogtes brengen? Geloof me, als alle partijen tevreden zijn, broer, dan heb je een mooi product. Het is een team dat ervoor zorgt dat onder andere de promotie van artiesten wordt gedaan. Zonder een goed team wordt het moeizamer om successen te boeken binnen de entertainmentwereld. Een manager kan ook heel wat stress wegnemen van de artiest die alles zelf moet regelen, zoals videoclips opnemen, samenwerkingen aangaan en optredens. Zakelijk is het niet wijs als je zelf gaat onderhandelen. Iedereen, een simpel voorbeeld is, laten we het hebben over de prijs van een event. Als je rechtstreeks met iemand gaat praten, je hebt rechtstreeks contact, dan kan de persoon nog proberen zeg maar, om tussen je oren te komen, in je hoofd te komen van nee, doe het voor deze prijs of doe dit of doe dat. Je kan weinig eisen stellen, je wordt niet serieus genomen, het is niet professioneel. Ik vind het niet professioneel, ik vind dat je als artiest exclusief moet blijven. Je neemt dat stukje ook weg bij jezelf en je vermijdt ook conflicten en andere dingen die erbij komen. Het is geen gezicht als je als artiest met een afnemer, om het zo te zeggen, in discussie gaat. En vaak zie ik het ook heel fout gaan. Je laat dan een bepaald beeld van jezelf achter en zo iemand gaat er ook mee aan de loop. Want die vertelt het aan de andere afnemer of aan de andere eventplanner en dergelijke. Van maar weet je, die artiesten, laat me maar mijn naam gebruiken als voordeel. Jill is heel vervelend en dit en dat en bla bla bla. Terwijl als je management al die dingen gekofferd heeft, dan is het dat management van die artiest. De redactie sprak ook enkele artiesten over het hebben van een manager. Sowieso heb je een manager nodig. Maar wat ik zou zeggen is dat ik ben al bezig daarmee. Ik heb mijn hele team, administratieteam, mijn secretaris. En ik denk dat het toch nodig is om hogere hoogtes te bereiken. Maar sowieso vind ik hoor, dat is mijn mening. Omdat het komt onprofessioneel over als men rechtstreeks met jou moet dealen als artiest. Nou, in eerste instantie is het altijd goed om, voordat je met iets start, het is net een bedrijfsvoering zeg maar. Je gaat eerst een onderzoek doen en kijken naar wat de markt wil en hoe je zou kunnen inspelen op de behoeften, de wensen en de behoeften van de mensen die in de samenleving zitten. Er zijn verschillende soorten groepen en er zijn verschillende doelgroepen. Dus voordat ik die stap heb genomen, ik ben niet zo lang met muziek bezig, maar voordat ik die stap heb genomen heb ik eigenlijk eerst naslagwerk gedaan en op basis daarvan heb ik wat informatie gekregen over de mensen van promarman.com en ik heb gebeld, ik heb afspraak met ze gemaakt, we hebben gesprekken gevoerd. En uit die gesprekken en uit die informatie die ik tot me heb gekregen, ik heb daarover zitten nadenken. En per slot van rekening heb ik toch het besluit genomen zeg maar, om in zee te gaan met promarman.com. Surinaamse ondernemers en showorganisaties moeten te weten komen dat artiesten een manager hebben in plaats van alleen rechtstreeks met de artiesten onderhandelen. Ten eerste hebben we geen muziekindustrie in Suriname. We hebben een muziekscene. En om je vraag te beantwoorden, denk ik dat het goed komt. Wij blijven geloven. Ik zit er al 10 tot 12 jaar in het vak. Dit is mijn werk. Dit is wat ik doe als promotor. Snap je? Je moet blijven geloven. En iets toch? Het nalekwam chinsa niet toch?
die geboren, ik kruip je voor ze. Toch? En bakka kruip je in biggie wakka. Wij moeten met z'n allen, weet je wat wij moeten doen? Alle actoren, onze ego aan de kant zetten. En het belang behartigen. Dus het begint bij cultuur. Weet de Surinaamse artiest dat hij zich daar moet gaan inschrijven bij cultuur? Velen weten het niet. Snap je? Want cultuur moet je uitdragen. Als je naar het buitenland moet gaan, moet je een briefje daar gaan halen. Maar velen weten het niet. Snap je? En ook vanuit cultuur, vanuit het, de overheid, moeten ze meer doen. Laten ze niet denken aan hun belang of laten ze niet een groepje daar zetten die geen kaas van dat ding gegeten heeft. We hebben genoeg experts hier in Suriname en er zijn zoveel voorbeelden. Snap je? Max Neyman. Waarom eigenlijk als je hier onafhankelijkheidsplein hebt opgetreden, is het eigenlijk voor jou afgelopen, hè? Want dat is het grootste, behalve live entertainment en het niets. Snap je? Nogmaals, laten wij met z'n allen onze ego aan de kant zetten. Dan geloof ik dat we vele malen en het Surinaamse product naar hogere hoogtes kunnen brengen.